Kijk eens aan, dus de eerste jong van Luka Modric dit jaar. Luka Modric, dat is toch echt iets bijzonders in de duivelsport. Want ik denk altijd terug aan 1964, toen ik voor de eerste keer bij de Gebroeders Jans in Arendonk kwam. En dat ik daar kocht, voor heel veel geld, onder andere een zoon van de oude banger. Die was van 1964 en die kwam uit de banger van 1951. En dat is een lijn geweest, die heeft bij ons van fantastisch doorgezet en nog steeds is het mooi na zoveel lange jaren dat je nog steeds dan weer duiven terugkweekt waar je die fantastische capaciteiten van die Jansen duiven terugvindt. Echt, ik ben hier heel blij mee. Ik kan helaas vandaag niet bij de duiven zelf zijn, want ik ben gisteren geopereerd, een kleine operatie, maar aanloop maak even een filmpje. Ik kwam even de mooiste jongen laten zien, even hoe ze gekweekt waren. Dat was natuurlijk leuk om even te zien. Ik wens alle duivensportvrienden in Nederland en waar ze ook wonen heel veel succes dit jaar.